Welkom lieve weegschalen, mensen die met een weegschaal te maken hebben, dus de crosswatchers of gewoon een ieder die zegt van ik voel mij aangetrokken tot deze reading, of dan kan er een boodschap bij jou in zitten. Vandaag kipperdek, een Mormon deck, Rider Waite is old, welkom. Als je interesse hebt in nog meer gratis readingen van mij, kijk dan ook op een van mijn andere tarotkanalen. Ik heb er nog drie buiten dit kanaal. Ze staan voor het gemak hieronder genoemd. Er staat ook het linkje naar mijn website, mocht je een persoonlijke reading of healing willen aanvragen. Wat mogen wij weten voor vandaag? Voor de weegschalen, mensen die met een weegschaal te maken hebben of een ieder die zich aangetrokken voelt tot deze reading. Je gaat er ergens duidelijkheid, helderheid in krijgen waardoor je verder kunt. Ik denk dat je er aan toe bent om die duidelijkheid te krijgen. Waar krijg jij duidelijkheid over? Een bepaalde uitspraak, daar ga je duidelijkheid over krijgen. Kan bijvoorbeeld een verzekeringskwestie zijn of anderszins. En ja, eigenlijk alles wat met officiële documenten of instanties te maken hebben. En ja, je zit op die duidelijkheid te wachten. Kaart 5 staat voor verandering, dus je wil kijken van met die uitspraak of met het officiële toezegging of kennisgeving of bevel, dan weet je dus van hoe je verder moet en tot die tijd moet jij nog wachten. Maar je gaat binnenkort duidelijkheid krijgen. Door die duidelijkheid weet je ook wat je te doen staat, wat voor veranderingen er kunnen worden doorgevoerd. Voor sommigen ga je verhuizen, voor anderen ga je een nieuwe auto kopen. Of een tweedehandsje kan ook, maar gewoon wel een goed functionerende auto. Als het een verzekeringskwestie is of anderszins dat er vooruitgang komt. Ik denk dat er een wijze beslissing komt naar aanleiding van de beschikking, hoor ik. Dus het is een onafhankelijk besluit. Het is iets waar jij mee verder kunt. Het is iets waar jij op wacht. Wat mogen wij weten over Courthouse? Een bepaalde uitspraak en je weet nu al van ik ga goed nieuws krijgen met de schildknaap van staven. En het kan voor sommigen gaan om een echtscheiding, voor anderen weet je van wat er uitbetaald wordt als de verzekeringskwestie is. En dan weet je dus ook wat voor keuzes je kunt maken. Duidelijkheid krijgen, dit is ook wat ik doorkreeg tijdens mijn channeling, duidelijkheid krijgen. En ook het gevoel hebbende van, ik kan hier wat mee, ik kan het afsluiten met kaart 10. Maar ik weet ook waar ik aan toe ben, waardoor je dus uit die twijfel of uit die onzekerheid komt en weet welke richting je op kunt gaan. Wat mogen wij nog meer weten voor de weegschaal? Community, concern en het klavertje 4. Het kan zijn dat je hebt teruggetrokken van sociale media. Het kan zijn dat je dat daardoor een aantal mensen bezorgd om je zijn. Zo van, waarom heb jij je teruggetrokken? Waarom heb jij je account gesloten? Waarom zien we niks van de weegschaal? Maar ik denk dat je even een keuze hebt gemaakt voor jezelf, voor je eigen geluk. En je had dit nodig. Dat mogen wij nog meer weten. Het kan zijn dat je te maken had met een vertrek. En dat vertrek, dat je dat niet aan de grote klok wil hangen.
Dat je daardoor zoiets hebt van, ik moet me concentreren op mijn planning en ik wil daardoor de keuze maken om even niet online te zijn, even dit zelf af te handelen, hè, even geen andere mensen die mijn geluk of mijn beslissing gaan verstoren. Dus dat is de tweede verhaallijn. Kan ook zijn dat ze alle twee voor jou resoneren, lieve weegschaal. Wat mogen we nog meer weten voor de weegschaal? De vos. De berg. En we hebben hier official person. Het kan goed zijn dat er een vos, hè, dat is iemand die ziet van, hey, mijn streken, mijn tactieken werken niet meer, dus ik moet die gaan veranderen met kaart 5. Ik moet met wat anders komen. Maar ze hebben in principe al hun trucken uit hun trucendoos al gebruikt. Dus ze vinden het een enorme uitdaging, omdat jij niet, niet te vangen valt. Het kan zijn dat het gaat om iemand die, die een bepaald aanzien heeft, of jij hebt zelf een bepaald aanzien. Zij willen graag imponeren, het heertje of het vrouwtje zijn, en dat kunnen ze doen door mensen om hun vingers te winden of om te manipuleren of om op slinkse wijze hun trucken te gebruiken uit die trucendoos. Alleen die werken bij jou niet. Wat mogen we daarover weten? Ja, deze persoon moet dus terug naar hun werkplek om iets nieuws te gaan verzinnen en dat proberen ze dus ook. Dat valt ze zwaar, want tot nu toe zijn ze iedereen te slim af. Dat maakt ook dat ze een deuk in dat ego krijgen, want ja, ik krijg wel een beetje een smirky persoon door. Dus iemand denkt van, oh, ik ben iedereen te slim af. Nou, jou dus niet. En daardoor staan ze voor de beslissing van hoe gaan wij de weegschaal benaderen? Hoe kunnen we wel die overwinning opstrijken. Hè? Maar ze moeten flink in de buidel tasten om te gaan kijken van wat er nog is. Want ze hebben alles al gebruikt, alle trucken. Dus als ze iets nieuws willen verzinnen, moeten ze dus stevig aan het werk om iets anders te verzinnen. Maar het valt ze zwaar dat jij niet voor hun ja, trucjes valt. Wat mogen wij nog meer weten? Een contract of een bericht. Iemand heeft je hoog in het vaandel en het kompas. Ik denk dat jij voelt, intuïtief aanvoelt van hey, iemand gaat contact met mij opnemen voor sommige contractbreuk. Dus dat je het gevoel heb van het gaat niet goed op mijn werk of ik wil een contract gaan verbreken want het voldoet niet. Ik betaal netjes iedere maand, maar ik krijg niet waar ik voor betaal. Dus ook voor sommigen heb je zoiets van ja, ik ga stoppen met dit contract. Intuïtief weet je van, ik moet naar een andere aanbieder of ik ga het karmisch contract met iemand verbreken, al dan niet op de werkplek of ik voel iets van een samenwerking. Het kan zijn dat jij goede reputatie hebt en misschien heeft het daar ook wel mee te maken dat je denkt dan anders gaat daar een smet op rusten. Maar jij gaat, intuïtief krijg jij door van verbreek dat contract nou maar, want dat is voor jouw bestwil. En ja, dat contract, dat kan van alles zijn natuurlijk. Mogen we over het contract weten? Het is iets wat goed leek te zijn. Stabiliteit zou geven, hè? Wat solide leek te zijn.
wat fair leek te zijn, wat aantrekkelijk was voor jou om te doen, omdat het zekerheid gaf. Hè? Het kwam geloofwaardig over. Maar je ziet dat er het een en ander veranderd is in de tussentijd. Met kaart 10 weet je ook van ik moet mijn gevoel gaan volgen. Ik moet dat contract gaan verbreken voordat het te laat is. Voordat dat er in gebrekenstelling komt. Of voordat dat ik gewoon te veel risico gaat lopen. Dat is wat ik hierbij voel. Wat nog meer? Je staat voor een bepaald besluit. Omdat iemand jou iets aanbiedt. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn een kleine geste, een grote geste. Het kan van alles zijn. En jij twijfelt of je dat aanbod wil accepteren. Het kan ook een cadeautje zijn. Je bent vrij koud, afstandelijk en kritisch. Waardoor je zoiets hebt van ik weet niet of ik dit wil accepteren. Kan zijn dat je te maken hebt met een klein beetje in dubio. Dat je een beetje het gevoel hebt van ja, met je ego in de clinch ligt, zo van deze persoon heeft altijd mij afgewezen, dus dan zegt dat ego nu van, zegt die persoon, gaat die persoon ook maar afwijzen, hè? Dus pas op voor dat ego. Maar ik denk buiten dat ego, dat ook al geeft een verre kans om in ieder geval iets uit te spreken of iemands verhaal aan te horen of excuus aan te horen of wat het dan ook is. Dat je toch later vroeg merkt van het werkt niet. Het past niet meer bij me. Het hoort niet bij mij. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.